Ik ben Camiel en als bedrijfskundige heb ik in 2019 de overstap gemaakt van de retail naar de techniek. Als 15-jarige ben ik in de supermarkt begonnen als vakkenvuller. En met mooie doorgroeimogelijkheden ben ik tijdens mijn studie en na mijn studie op het hoofdkantoor terechtgekomen van een grote retailorganisatie. Ik miste daar wel een bepaalde voldoening in mijn werk. Het draaide daar voornamelijk om commercie en hoe kon ik een bepaald schap meer rendement laten maken. Uiteindelijk dus in 2019 de overstap gemaakt en dat was een behoorlijke schok. Want uiteindelijk kwam ik terecht in veiligheidskleding met mijn helm op en een jas aan en veiligheidsschoenen. En ik kwam uit een wereld waar het vrij normaal was om mooie office sneakers te dragen, een pantalon en een hemd. Het werk wat ik doe, dat bestaat voornamelijk uit een soort van de olie in de motor zijn voor het projectteam. En het projectteam dat zorgt ervoor dat uiteindelijk 1/3 van Nederland droge voeten houdt met het onderhoud van het gemaal in IJmuiden. En dat is onder andere wat voor het werken in de techniek voor mij ongelooflijk waardevol maakt.